Ja, dus ik denk dat de Bijbel op zich niet racistisch is. Simpelweg omdat die ideologie van het racisme ontstond pas veel later. Huidskleur of het hele begrip ras bestond toen nog helemaal niet. Ik denk wel dat het belangrijk is om te zien dat het ook weer niet helemaal toevallig was dat die Bijbelse verhalen konden worden gebruikt om kolonialisme te verdedigen. Ook in die Bijbel heb je tendensen dat het eigen volk als heel belangrijk wordt gezien en andere volk als minder. Dus al die verhalen, ook van die verovering van het land, dat werd gelezen als, nou ja, dat gaat eigenlijk over ons. Dus God wil eigenlijk ook dat wij al die koloniën veroveren. De postkoloniale theologie, dat is theologie die altijd kijkt naar die factor macht en ook naar hoe een groot rijk of een koloniaal rijk, hoe dat zich verhoudt ten opzichte van groepen die onder hun macht leven. Ja, dat bleek zo'n nuttige manier van naar die teksten kijken, dus naar machtsverhoudingen van toen, maar ook naar hedendaagse machtsverhoudingen. Dus ik heb ook onderzoek gedaan in Israël en Palestina. En je kunt ook Israël zien als een soort vorm van neocoloniale overheerser. Dus in eerste instantie leerde ik daar heel veel over de machtsverhoudingen tussen de staat Israël en de Palestijnen. Toen realiseerde ik me natuurlijk ook, oh maar wacht eens even, ja, dit gaat ook over mij. Of wij hebben als Nederland ook een koloniale geschiedenis. En ik realiseerde me ook hoe weinig ik daarvan wist. Dus toen dacht ik, Dit gaat er ook echt over mij. Dus wie ik ben als gelovige, als theoloog, als Nederlands burger. Dus daar opende zich eigenlijk een heel veld waar ik meer over wilde weten. Voor mij was ook, zeg maar, die ontdekking van witheid en de betekenis die witheid heeft en hoe dat ook met macht verbonden is, dacht ik opeens, oh wacht eens even, theologie moet dan daar ook over gaan en moet gaan over hoe we aan dat begrip witheid zijn gekomen en hoe dat betekenis heeft gekregen in de geschiedenis. Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders gaat over hoe Nederlanderschap ook is verbonden met dat begrip witheid. Dus hoe in onze koloniale geschiedenis er een protestantse kerk ontstond waar niet-witte mensen zoveel mogelijk buiten werden gehouden. Dus in eerste instantie werden tot slaafgemaakte toegelaten tot de kerk en ook gedoopt. En op een gegeven moment werd dat steeds minder, want die kerk werd exclusief voor witte mensen. En Nederlanderschap was natuurlijk ook een soort exclusief voor witte christelijke mensen. Dus christelijk zijn werd ook verbonden met dat idee van wij zijn de beschaafde mensen. En als je ook beschaafd wil worden, net als wij, dan moet je op een gegeven moment moet je dan juist wel christelijk worden. Maar er zit dus ook nog steeds zoiets van superioriteit aan dat idee van christendom. Bevrijdingstheologie voor witte mensen gaat er voor mij over dat je, ja, dat je leert zien ook de negatieve kanten die met die geschiedenis verbonden zijn. En dat je daarvan bevrijdt. Ik heb bijna 2 jaar in Jeruzalem gewoond toen ik bezig was met mijn promotie. Die tijd is heel vormend geweest. Dus ook juist in hoe ik nadenk over macht en over wie ik zelf ben en hoe ik zelf word gezien als witte Nederlandse vrouw. Het is een hele oude traditie dat als je als pelgrim naar Jeruzalem gaat, dat je dan een tattoo laat zetten. Er is nog steeds een tatoeëerder in de oude stad van Jeruzalem en zijn familie doet dat al generaties lang. Dit is een hele oude koptische afbeelding van Sint Joris, die ook de beschermheilige is van Jeruzalem. Jeruzalem zit onder mijn huid. Dus ik dacht, ik wil dat dat zichtbaar is. Ik ben eigenlijk heel bang voor naalden en bloed. Maar ik ben toch daar gaan zitten. En ja, ik vind deze afbeelding ook heel mooi. Dus het is Sint Joris dood de draak. Dus die draak staat eigenlijk voor mij ook symbool voor al die dingen die ons beperken en in de weg staan. En waar ik
de strijd mee wil aanbinden. Dus het staat misschien ook wel symbool voor mijn vechtlust. Dus dat ik toch altijd mijn verlegenheid weet te overwinnen of alle andere obstakels. En denk van nee, maar dit is het waard om voor te vechten. Ik heb die beelden van de moord op George Floyd niet bekeken. Ja, het is een mens die wordt vermoord eigenlijk. Dus ik heb ook een soort huiver om daar dan naar te kijken. Ik heb er natuurlijk wel heel veel over gehoord. In eerste instantie dacht ik ook, het is natuurlijk al heel vaak gebeurd. Of het gebeurt heel veel. Er is heel veel politiegeweld en heel veel zwarte mensen komen daarbij om. En ook in Nederland gebeurt dat. Dus ik zag eigenlijk niet aankomen dat er dit keer zoveel, ook wereldwijd, protest op zou volgen. Ik ben eerder naar demonstraties geweest, bijvoorbeeld tegen Zwarte Piet of tegen racisme. En het was altijd heel klein. En met twee vrienden met wie ik ook eerder ben geweest. Dus nou, in ieder geval was het duidelijk, we wilden daarheen. We kwamen op de Dam, nee, daar stond het echt helemaal vol. En we waren een soort heel blij dat er zoveel mensen op af waren gekomen. Het was echt overweldigend. En ik was ook de hele tijd een beetje nerveus. Gewoon omdat het de eerste keer was dat we met zoveel mensen waren op zo korte afstand. Dus ik was ook wel een beetje in tweestrijd. Maar ik dacht ook, ja, het is zo belangrijk dat dit gebeurt en dat wij hier zijn. Het was zo groot, wij konden het podium helemaal niet zien. We konden het alleen maar horen. En ik zag ook zoveel energie van mensen die eruit kwam. En ook woede en frustratie. Er moet iets veranderen. Er moet aandacht komen voor racisme in Nederland. En voor de schade die het aanricht. Dus die enorm sterke overtuiging. Het is de hoogste tijd. We moeten iets doen. Hij komt uit het huis van de moeder van mijn moeder. Ja, het is een gigantisch ding. Mijn moeder heeft hem geloof ik laten restaureren. Dat is misschien een beetje jammer, het is niet meer oorspronkelijk. Ja, dus er was die synode in 1618, samengeroepen door de Staten-Generaal van de Republiek. En dat ging aan de ene kant erom om wat theologische geschillen recht te zetten, of in ieder geval daar een uitspraak over te doen. Ja, het had ook echt nationale betekenis, die vergadering. En die Staten-Generaal, die vergadering bijeenroepen, die hebben toen besloten dat er ook een Nederlandse vertaling van de Bijbel moest komen. En dat resulteerde dus in deze Bijbel, die daarom de Statenbijbel heet. In Genesis is dat verhaal van Noach. De zonen van Noach, Sem, Cham en Jafet. En daar wordt heel vaak de slavernij verdedigd op basis van dat hoofdstuk. Noach dronk van zijn eigen wijn en wordt dronken. En dan ligt hij vervolgens naakt zijn roes uit te slapen. En zegt het verhaal dan, Cham, die ziet dan de naaktheid van zijn vader. En dat is een taboe, om je vader naakt te zien. En die vertelt dat dan aan zijn broers, Sem en Jafet. En Sem en Jafet reageren wel goed, dus die pakken een kleed en die bedekken keurig hun vader. Als Noach ontwaakt uit zijn roes, staat er, en hij zeide, vervloekt zij Kanaan. Kanaan is de zoon van Cham. En een knecht der knechten, zei hij, zijn er broederen. Dus er wordt als het ware een vloek uitgesproken over de zoon van Cham, dat hij altijd een dienaar zal zijn. En omdat het Hebreeuwse woord gam ook zwart betekent, werd deze tekst dus gebruikt om te verdedigen dat zwarte mensen tot slaaf gemaakt werden. En je ziet dan in die koloniale tijd dat het verhaal ook een nieuwe betekenis krijgt. En dat
dat die gram steeds meer wordt geassocieerd met zwarte mensen en ook steeds meer een negatieve betekenis krijgt. Ik heb een zoontje, Omar, van 8 maanden. Voel ik ook nog weer een andere verantwoordelijkheid. Dus toevallig heb ik het er net over gehad met 2 vriendinnen die ook allebei moeder zijn van jonge witte kereltjes. Ja, hoe gaan we dat doen? We leven in een samenleving waar zowel racisme als seksisme niet helemaal de norm zijn, maar toch ook weer een beetje wel. Of in ieder geval, je pikt daar iets op als je in Nederland opgroeit. En ik ben daar nog helemaal niet uit, maar ik weet dat ik het heel belangrijk vind. En hoe ik dat ga doen, daar moet ik het ook nog eens goed over hebben met andere ouders. Ik denk dat we in Nederland nog best veel kunnen leren over racisme. Dus dat we ook, ik hoop heel erg dat we aan het begin staan van meer bewustwording. En ik merk dus ook dat nu, dat het ook wel veel verzet oproept en ongemak. En ik denk ook dat dat niet zo heel erg is. Dus zo gaat het altijd, als je een nieuw thema onder de aandacht wil brengen, dan leidt dat eerst ook tot tegenstand. Maar ik hoop wel dat we dat ongemak kunnen toelaten en dat we daarin verder kunnen komen. Ik wil heel graag dat mensen dit oppikken. Ik wil heel graag dat wij als christenen ook gaan nadenken over hoe zien wij nou eigenlijk onszelf? En al die ideeën van superioriteit, spelen die op de een of andere manier nog een rol in hoe wij geloven? En soms denk ik dat dat zeker zo is. Dus ik hoop dat mensen dat oppikken. En soms geef ik een lezing, ik schrijf erover. Ik probeer in de kerken waar ik zelf lid van ben, die discussies aan te wakkeren. En ook omdat ik denk, we hebben daar echt iets te winnen en we hebben dat ook echt nodig.